Canva is op korte tijd een go-to-applicatie geworden voor marketing- en communicatieafdelingen. Ook bij veel van de klanten van Typographics hebben we de tool zijn intrede zien maken. Maar we merken ook een aantal pijnpunten op bij al die klanten, waar dat wij vanuit onze grafische kennis iets aan kunnen doen. Een eerste probleem is dat Canva vaak gelanceerd wordt zonder veel uitleg. De mensen worden zo een beetje aan hun lot overgelaten bij de uitrol ervan. Het gevolg is dat ledenbeheer en projectbeheer een ongeorganiseerd soortje zijn. Wij kunnen nu helpen bij het correct opzetten van de logische mappen en ledenstructuur. Een tweede probleem is dat de Canva-gebruikers vaak geen grafische achtergrond hebben. Het gevolg daarvan is dat de huisstijl vaak slecht nageleefd wordt bij de creatie van visuals. En als grafisch bureau kunnen wij jullie natuurlijk uitstekend helpen om uw huisstijl te vertalen naar het Canva-platform. Wat bedoelen we daarmee? Zorgen dat de logo's, lettertypes en kleuren op de correcte manier aan een brandkit toegevoegd worden, zodat iedereen in eerste plaats over de juiste brandassets beschikt natuurlijk. Maar nog belangrijker is de productie van brand templates. Want enkel zo zorgt ervoor dat iedereen binnen uw organisatie onbrand content maakt. En dat draagt natuurlijk bij aan de professionele uitstraling van uw bedrijf. Een derde punt, of pijnpunt dat we vaak tegenkomen is het gebrek aan designkennis. Gelukkig zijn er een aantal designprincipes en regels die je kunt ontdekken en leren toepassen in de creatie van visuals. Pas wanneer je de regels kent, kunnen ze ook gaan overtreden, natuurlijk. Tijdens onze opleiding verkennen we deze principes en gaan we ze ook effectief gaan toepassen in visuals. Met een paar eenvoudige trucjes komt al een heel eind. Het zijn ook steeds van die simpele je moet het maar weten, trucjes. Wel. Bij ons konden ze te weten.